zeggen dat in de loop van de middag het zijn van meester is gegeven en de brand beëindigd is. Ik wil beginnen met mijn medeleven te betuigen aan de bewoners die ons hart als slachtoffer, die betreurd zijn als slachtoffer en geëvacueerd zijn, de bewoners. Daarbij komt dat het gezien de leeftijd van de mensen die in de Rijnsburg woonden, de kwetsbaarheid natuurlijk groot is van deze mensen. En dat is extra om daar je medeleven mee te betalen. Op het moment van de brand waren er 138 mensen, bewoners, aanwezig in de Rijnsburg. Die mensen zijn allemaal geëvacueerd, zo snel mogelijk nadat de brand ontstaan is. Er zijn 49 gewonden naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht vervoerd, waarvan er zijn deels bewoners, maar ook medewerkers en bouwvakkers die ter plaatse waren en hulpverlening hebben die naar UMC zijn vervoerd. De familie wordt en is zover op dit moment geïnformeerd. Wordt omdat we de lijst nu vrij recent compleet hebben van alle mensen die waar naartoe is gebracht. En we hebben ook het nummer 14030 beschikbaar. Dus het algemeen toegangsnummer voor de mensen die we zijn. Daar kunnen familieleden bellen en nu de registratie gaan afgelopen dan informatie geven waar de mensen zijn. Van de 49 gewonden zijn 9 zwaar gewonden. Ernstig gewonden, waarvan er 5 vervoerd zijn naar brandwondencentra van Beverwijk, Rotterdam en Groningen en 4 verblijven in het academisch ziekenhuis in Utrecht. Dat zijn overigens wel allemaal bewoners van Gijsselhof. Er zijn ook 6 bewoners van Gijsselhof die in het ziekenhuis verblijven, maar niet ernstig gewond zijn. Die hebben nu vanwege de brand in de dak opgekomen, zullen die nacht ook daar door blijven, misschien ook wel een paar dagen. En van 2 mensen wordt op dit moment gekeken hoe de situatie precies is, of die nog naar huis kunnen of in het ziekenhuis moeten blijven of anders geholpen moeten worden. Alle overigen zijn weer terug naar huis en zijn dus nagekeken en zijn verder gezond verklaard. De psychosociale hulpverlening is inmiddels op gang gekomen voor de mensen die dat nodig hebben. De bewoners worden vannacht ondergebracht in 3 andere plekken. Zorgcentrum Veerswijk en de Lekboulevard, Albert van Koningsbrug, Benelux, later Utrecht en Hof van Baterstein en Vianen. Deels van het zorgspectrum zelf en deels van de andere, maar daar zal mevrouw Koenendijk zo meteen wat over zeggen. Ik wil eigenlijk nogmaals de hulp of de dank uitspreken aan personeel en bouwvakkers en omwonenden die hulp geboden hebben vanochtend bij de evacuatie. En dat is, zover wij dat niet kunnen beoordelen, op een hele goede manier gegaan. Overigens zal het geheel wat mij betreft wel geëvalueerd worden en dan zullen er ongetwijfeld nog wel leerpunten naar voren komen die we hier vandaag met elkaar gemaakt hebben. Even naar de feiten, vanochtend rond 8 uur brak de brand uit in het zorgcentrum Gijsselhof. De brandweer die we krijgen is daarbij geassisteerd door andere korpsen uit de regio. En de veiligheidsregio Utrecht en de brandweerregio Utrecht heeft op die manier de brand in de loop van de dag onder controle gekregen. Er zijn, want de vragen zijn in de loop van vandaag ook gesteld, zijn 3 vergunningen recent afgegeven voor Gijsselhof, onder een sloopvergunning en 2 vergunningen die onder de verbouwing gingen. Die verbouwing had niet te maken met brandveiligheid, maar was een verbouwing om te zorgen dat het verzorgingshuis in zijn algemeenheid de eisen van deze tijd voldoen, zodat de bewoners beter konden gaan wonen. En er is ook voor meldenswaardig om te zeggen dat er geen asbest is vrijgekomen bij
Thank you.